De private sector zal zeker profiteren van de internationale leningen die de regering heeft gesloten met internationale organisaties. Dat zei minister Gilmour Hoefdraad donderdag op een persconferentie, waar hij een presentatie gaf over de verschillende leningen. De projecten die op schema staan zullen worden uitgevoerd door lokale consultants, benadrukt de minister. Dit is zeer positief voor de private sector en we hopen dus heel snel de engagement te hebben met VSB en andere actoren om te zien hoe deze invulling kan komen. De OFIT-missie die hier is, onder guidance van mevrouw Sandel, hoop ik dat er ook gesprekken aan de site met de private sector zijn, zodat ook de bevindingen van de private sector meegenomen kan worden. Vanaf stimuleren van de productieve ondernemingen, ondersteunen van de ontwikkeling van lokale kapitaalmarkten. Dit is allemaal in het verschiet. En met dit geef ik het aan van, kijk, we staan er niet alleen voor. Het ontwikkelingsproces is soms moeilijk, soms vermoeiend, soms heel zwaar. Maar het is toch wel heel prettig om organisaties te zien die bereid zijn om met ons samen te werken. Volgens minister Hoefdraad zijn er meer landen die graag willen investeren in Suriname. Onze relatie met ISDB heeft de interesse van de OFIT gewekt toen. Onze relatie met OFIT-ISDB heeft interesse van het Kuwaiti Fonds gewekt. En er zijn zeker twee andere landen die in feite in de marges van de jaarvergadering hebben gezegd van nee. Wij hebben ook ontwikkelingsfondsen, we willen graag praten, want wij willen ook meedoen met de projecten die er in jullie land wordt gedaan. Dat wordt dus door ons geapprecieerd. Het wordt geapprecieerd dat we heel veel vrienden in de wereld hebben die ons kunnen helpen op dit traject. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën donderdag bij een presentatie over de leningen die de regering heeft gesloten met internationale organisaties. Hij zegt dat vooral de private sector zal profiteren van deze leningen.